We zijn de brandweerorganisatie Midwest, Midden-West-Vlaanderen, een coördinatie van 17 brandweerposten samen. We zijn eigenlijk een organisatie die pas opgestart is op 1 januari 2015. Dus wij zijn vertrokken vanuit een historische toestand waar we 13 posten hadden met elk een eigen centrale. En bij ons was de bedoeling om een netwerk op te bouwen, ook op voice data en één geheel. Dus dat was een uitdaging voor ons om dat aan te pakken. Er waren wel bepaalde voorwaarden vooraf bepaald. 1. Een duidelijk netwerk. 2. Moest voldoende schaalbaar zijn en heel redundant uitgebouwd. Het is samen met IPVPN. Er is met twee systemen hier. Mitel en Telecom IT hebben samen met ons een oplossing gezocht om aan het probleem dat we hadden een antwoord te bieden. Dit hebben ze vooral gedaan door de wijze waarop de dingen opgezet zijn. Heel redundant en bruikbaar voor iedereen. Wij werken heel veel met vrijwilligers van thuis uit, dus bereikbaarheid van thuis uit, schaalbaarheid was een heel belangrijke. Binnen onze organisatie hebben we verschillende doelgroepen. Enerzijds het administratief personeel, die vooral met de PC-client zijn werk doet. Daarnaast hebben we ook heel veel mensen die mobiel moeten bereikbaar zijn. En met de Mitel-app kunnen zij dan kiezen op welk moment dat ze bereikbaar zijn voor de organisatie. Op een heel snelle en vlotte manier kunnen we ons huidige systeem gaan uitbreiden met maximaal 15 toestellen om in geval van nood, denk maar aan wateroverlast, denk maar aan stormschade, de mensen te woord te kunnen staan. Belangrijke hoofdgroepen van oproepen die binnenkomen, dat zijn de noodoproepen waar we heel snel actie moeten gaan ondernemen. Anderzijds hebben we die oproepen bij wateroverlast of stormschade, zoals eerder gezegd, waar we een oplossing moeten gaan bieden met de software. De meetbare verbeteringen die er zijn, is vooral redundantie op het vlak van telefonie, wat een heel belangrijke uitdaging was. Gezien het feit dat we vertrokken zijn vanuit 13 oude telefooncentrales, dus moesten we daar een win-win gaan in creëren. Reguliere situaties, daarnaast ook de noodsituaties, zoals eerder aangehaald ook. Is het de bedoeling dat we eigenlijk de mensen heel snel te woord kunnen staan wanneer dit een noodgeval voordoet, zonder dat de wachttijd voor die mensen blijft oplopen. En ook dankzij die software kunnen we dat heel snel gaan meten, kunnen we dat opvolgen en kunnen we dat, die schaalvergroting laten spelen. Binnen alle stappen van het project was heel duidelijk vooropgenomen dat het eenvoudig en gemakkelijk in gebruik systeem moest zijn. Dan hebben we ook samen met bedrijf Telecom IT de opleiding verzorgd voor onze mensen, waardoor dat binnen de kortste keren in goede banen is geleid.